Eugenie Aartsen is maandagavond uitgeroepen tot Nijmegenaar van het jaar. Aartsen is oprichter van de stichting Gratis Tweede Kansje. Ze won de titelstrijd van Kader Shafik en de mannen van de Smeltkroes. Eugenie is de eerste vrouw die wordt uitgeroepen tot Nijmegenaar van het jaar. Het is overweldigend wat allemaal op me afkomt nou. Een beetje trillen in mijn stem, maar dat zakt wel af vanavond, denk ik. Ik denk dat ze vinden dat ik iets aparts heb gedaan of uitmuntends heb gedaan. Terwijl voor mijn gevoel heb ik alleen medemens geholpen waar ik kon. Dus ik stond ook verbaasd dat ik genomineerd was. Ik doe niks bijzonders. Ik help gewoon mijn medemens, dat is alles. Het is ook erg uitgegroeid. Sinds juli zijn we verdriedubbeld met klanten. Die komen van de Iriszorg af en van de voedselbank. Dus het is heel veel geworden en groot. Dus ja, dan val je wat meer op. De Nijmegen vanavond jaar, dat kan een heel bekend iemand zijn. Maar soms is het zoals dit jaar een onbekend iemand met een onbekend initiatief wat heel snel een heleboel dingen heeft georganiseerd. Ja, het bijzondere aan het initiatief is natuurlijk dat ze van mensen die het echt heel krap hebben, die het echt heel slecht hebben, toch allerlei spullen weten in te zamelen, dat geheel belangeloos doen. En het kost heel veel energie en heel veel organisatiekracht. En zo zijn ze toch begonnen vanuit zichzelf. Hè. Ze hebben zich niet aangesloten bij een grote andere organisatie. Maar ze zijn het gaan doen van Nijmegenaren. En super dat dat ook erkend is door de publieksjury. En zoals gezegd, het ene jaar is het een hele bekende iemand, of een bekender iemand. En nu is het wat minder bekend iemand. Dat vind ik ook wel mooi. Het is een prijs die jaar met jaar meer een glans wint. Het zijn hele diverse Nijmegenaren van het jaar die we hebben. En dat toont ook de kracht van die erkenning aan. Ik hoop gewoon dat er mensen in Nijmegen zijn die zeggen van steun een beetje. Help gratis, tweede kansje helpen. Want we lopen tegen heel veel moeilijke zaken op. Omdat alle kosten zijn zoveel die erbij komen. En we hopen daar wat steun te krijgen, ook qua ruimte en vervoer. Want als ik bij de Albert Heijn 150 containers speelgoed moet halen, dan moet het met eigen autootje. En dan soms al 7, 8 keer op een dag dat ik op en neer rij om spullen te halen. Dus het zou heel fijn zijn als we daar wat vervoer erbij krijgen, een busje of iets. En wat ruimte, want 2000 goederen per week krijgen wij binnen. En die moet ik ook wel uitsorteren en daar moeten we ruimte voor hebben. En dat is nu wel iets waar we tegenaan lopen. In zijn nieuwjaarstoespraak drong burgemeester Bruls aan op een verstandig gebruik van ICT ten tijde van de digitale overheid. Soms is traagheid en vertrouwen beter dan snelheid en controle, aldus Bruls. In Nijmegen hebben we heel veel mooie jubilea, mooie evenementen met elkaar gevierd. Maar niemand heeft zich natuurlijk ook kunnen onttrekken aan toch ook wel hele ellendige zaken die in de wereld gebeuren. Waar wij soms ook angst voor hadden. Hè. Denk aan de vrees voor aanslagen in Europa. Dus het is een heel wisselvallig jaar. Wat ook nog een beetje heel vervelend uitging door de brandenlend. Mensen die last hadden van het lage water en daardoor hun boot moesten ontvluchten. Maar ook heel veel mooie dingen om op terug te kijken. Ik denk dat we rekening moeten houden dat we natuurlijk in een wereld leven waar het best wel chaotisch aan toe gaat. Waar bepaalde dreigingen bestaan. Waar mensen ook denken te moeten kunnen profiteren van de angstgevoelens die bestaan. Maar wij blijven rustig doorgaan. Mijn boodschap is en blijft. We moeten bij elkaar staan, elkaar de hand geven, af en toe een knuffel geven. En dan zullen we ook zien dat we veel meer samen hebben dan we verschillen. En in Nijmegen eerder gezegd maak ik me daar niet zo heel veel zorgen voor. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat we elkaar heel erg weten te vinden. Ook met nieuwe initiatieven. En ik denk dat we die lijn kunnen doortrekken ook in 2017.